Die bespiegelingen vooraf gaan waar het Feyenoord betreft met name om de bestuurlijke chaos. Een nogal schokkend artikel in het NRC Handelsblad over de president van de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Toon van Bodegom roept nogal wat vragen op. Van Bodegom die ook in verband wordt gebracht met fraude in dat stuk. Vragen Vincent, onder meer, ik weet niet of jij er nog wijs uit kunt, wie is eigenlijk de baas bij Feyenoord? Ja, dat is een vraag die al een jaar of, inmiddels 2-3 beetje boven de markt hangt. De eeuwige strijd tussen de vrienden van Feyenoord, de raad van commissarissen, de directie die daartussen zit. En waarvan niemand echt weet of ze nou echt de baas zijn. De vraag werd letterlijk gesteld bij de nieuwjaarsreceptie. En daar kwam ook een beetje een warrig antwoord van Mark Koevermans. Iedereen moest in een bus gaan zitten en dan uiteindelijk met passagiers komen. En soms stapt er iemand uit en dan weer in. Dat is een hele rare metafoor. Maar wat volgens mij valt het probleem is dat het niet meer bijna niet meer uit te leggen is. Als jij als supporter naar Feyenoord zit te kijken, dan denk jij, althans dat denk ik, al die mensen zeggen continu dat ze begaan zijn met het lot van Feyenoord. En je krijgt ze niet aan één tafel van één ruimte om dan een eensluidend plan of oordeel te vellen van nou, op deze manier gaan we het doen. En dat is volgens mij niet uit te leggen en vooral ook niet te begrijpen als je supporter bent van Feyenoord.